Hey Billy, Hey Hertz. hoe is het? Ja, goed, met jou? Ja, goed man. Heb je iets speciaals te vertellen of niet? Ja, ik wil je uitnodigen voor om een keer langs te komen. Gaan we samen een dagje op pad? Feyenoord-Ajax of? Ja, misschien. Ik ga je wel uitdagen. Wat gaan we doen dan? Ja, dat zie je allemaal dan wel. Dan wil ik wel dat jij iets meeneemt voor de kids. Pier, wat heb je om Nieuwe weg te Rolls? geven? Zo. Kan je het goed zien? Ziet er mooi uit, man. Ja, zet je dan je handtekening erop? Ja, is goed. Verder Oké. is Okay. je. Nou, deze kunnen ze wel winnen. Maar dan moeten ze abonneren, de aflevering liken en in een comment achterlaten waarom ze moeten winnen. En wie weet zijn ze van u. Nou, oké. Top. Laat me weten wanneer je me komt ophalen. Is Ik goed? sta klaar. Ik ben al buiten, dus laat me weten. Gaan we vast voorbereiden, jongen. Is goed. Spreek je dan, hè? Fijne Jo, avond. hoi hoi. Ciao. Ik ben Billy Bakker en je kijkt naar Hertsbergen TV. Dit is niet je ordinaire hockeykakker. Elke keeper ligt 's nachts van hem wakker. Hij chopt beter dan elke slager, maar is toch echt een bak. Als warme broodjes vliegen de goals om je oren. Deze creatieve man speelt altijd naar voren. Op het veld weet je wie de baas is. Deze man staat altijd in de basis. Hij staat voor skills en kwaliteit. Voor Amsterdam altijd die loyaliteit. Steekpaas hier, schijntje daar. Geef hem de bal, hij krijgt het voor elkaar. Billy Bakker, blijf zoals je bent, want dan weet je dat iedereen achter jou aan rent. Ja, dat is mooi. Dat is heel Mooi? mooi. Ja, heel mooi. Heb jij een aantal passeerbewegingen die je mij kan laten zien? Ja, sowieso. Ik moet niet te veel vertellen, maar ze brengen hem weer naar links. En dan maak ik een schijnbeweging met mijn lichaam. Dus de bal doet niet zo heel veel. Dus wat je doet, je zorgt ervoor dat je hem naar links brengt. Dat is vaak het belangrijkst. Ja. Want dan is het effect met je lichaam, schijn, maakt het nog zeg maar beter. Maar okay. Als je zorgt dat je hem hier brengt en je haalt hem naar rechts, dan doe je dus of je eigenlijk dit wil doen. Ja. Wat dus de meeste mensen doen. Alleen je raakt de hele bal niet meer aan. Dus hij komt, je laat hem gewoon springen. Oké. Okay. Met je lichaam kan je heel veel doen. Maar... Dingen? Ja! Ja! Dat is wel. Je bent vader geworden. Ja. Hoe voelt dat? Super mooi. Het is heel cliché om te zeggen dat het mooiste is wat mij is overkomen of wat vaders overkomen, maar dat is wel echt zo, vind ik. Merk je dat je veranderd bent? Toen ik het ziekenhuis uitreed, dat ik in één keer op de snelweg 80 ging rijden in de rechtergrijbaan. En waarom James? Dacht, ik vind het ook wel cool om een internationale naam te hebben. James. Maar het was niet zo dat je dacht, ik wil dat vader en zoon echt gewoon een gevaarlijk duo klinkt. Billy en James. Een soort van western. Heb je onderzoek gedaan? Een soort van western gevaarlijke boevenduo of zo. Ja. Billy en James. In de western. Zijn tweede naam is Jesse. Oké. Okay. Jesse dus, James. Dus Jesse James is de grootste bandiet van het Wilde Westen geweest. Kijk eens. Dus je weet wie de nummer twee is, hè? Billy the Kid. Ja. Weet je wat ik belangrijk vind? Is dat je je vrienden kan vertrouwen. Ja. Maar ik ga even in de lijn staan. En je moet hem even vlak langs mijn hoofd, alsof ik de keeper ben, proberen hem over mij heen te loppen. Ja. Oké? Okay?
Dat is mooi, toch? Eén ding, ik heb dus nu 100% vertrouwen in Billy. Ik was wel een beetje bang in eerste instantie, maar... Ja. Het scheelt wel, het is heel makkelijk. Nu ik. Het scheelt wel. Je bent natuurlijk wel 1,55, hè? Dat scheelt wel. Ik weet niet of je mij nu al kan vertrouwen. Nee, oké. Ik ga het wel gewoon proberen. Oké, Billy, jij bent een echte Amsterdammer. Ja. Ik ga je wel een beetje op de proef stellen. Jij zegt dat je een echte Amsterdammer bent. Ik heb een korte quiz voor je. Ja, top. 4 vragen. Vraag 1. Hoeveel van de vragen denk je dat je goed gaat beantwoorden? 4. Alle 4? Ja. Oké, grote meer. Amsterdam telt meer dan 175 grachten. 175? Ja. Grachten? Mm-hmm. Nee, dat is niet waar. Ja. Het zijn er namelijk 165. Ja, ik dacht 150 nog. Tweede vraag. Amsterdam telt meer fietsen dan inwoners. Het is een moeilijke. Een fiets is echt een fietsstad. Ik denk meer, zeg maar. Want iedereen blijft maar doorkopen uit andere steden. Dus ik denk meer. Dus er zijn meer fietsen dan inwoners. Dus in dit geval is dat waar dan. Is goed. Ja, klopt. Dank je. Goed. 2-2. Tot nu toe. In Amsterdam. Ja. Er zijn meer dan 3000 woonboten. 3000? Dat is niet waar. Ik denk net iets minder. Klopt. Het zijn er 2500. Ja. Gefeliciteerd. Dat betekent dat je alle 4 de vraag goed had. 4 uit 4. Dames en heren, Billy Bakker is een echte Amsterdammer. Computerspel voor hockey was. Ja. Ja. Zou je dan jezelf kiezen om mee te spelen? Het is een teamsport, maar ik zou mezelf wel een team zetten. Ja? Ja. Oké, want ik heb hier namelijk een kaartje. Oh, dit is wel lekker. Oh, dat heb ik ook gezien. Dit is de ratingkaart van Billy Bakker. Ja. En we hebben hier een aantal criteria. Hier, Nederland, Amsterdam. Ja. Ik weet niet, goede foto trouwens. Goede foto, bruine kop. Alleen je gaat hem zelf invullen. Oké. PAC, pace, snelheid? Ja. Ben je snel? Oké. 0 tot 100, ja. 100 is Mark Zwart, zeg maar. 100 is Usain Bolt. CEO, zeg maar. Ja, CEO. Ja. 89 of zo. Oké, veel mee. Schieten. Via voorhand wel een van de hardste. 87. Bescheiden. Passing. Passing. Ik heb heel lang niet gepaasd namelijk. Ik pielt alleen maar. Tot een paar jaar geleden. De pasing is niet zo goed als deze, vind ik. Dus ik geef mezelf daar
79. Dribbel. Ik denk niet de meest de grootste trucendoos of zo, maar ik denk al dat ik redelijk kan dribbelen. Effectief? Effectief dribbelen. Ik ga hem op 88 doen. Mooi nummer. Defensief? Ja, dat is niet mijn sterkste punt. Nee? Loop gewoon in de weg. Oké. Dus ik, het is moeilijk om voorbij me te komen, of je, want dan loop je tegen mijn lichaam. Ja, omdat je ook een beetje snel bent. Ja, dus ik pak niet heel veel ballen clean af, maar dan loop je of tegen me op of dan op tegen mijn voet. Oké. Okay. Dus dan, ik zet die misschien 69. Fysiek zet ik me, ik ben gewoon in orde, 80. Oké. Okay. Dat is gemiddeld, is dat, en ik rond dan naar boven af, omdat ik je een leuke vent vind, is 82. Ja. Dus zouden wij jou kunnen kiezen bij een computerspel? Middenvelder, Billy Bakker, Amsterdam of Nederlands elftal? FIFA rating 82. Ben je er blij mee? Ja, best wel eigenlijk. Ja? Lekker spelen. Als ik een 8,2 haal voor mijn proefwerk, dan ben ik best wel blij. Ja. Hoe belangrijk is geld voor jou? Geld? Ja. Stiekem vind ik dat best belangrijk. Weet je, met geld kun je heel veel dingen doen. Ik zeg niet dat het ten koste moet gaan van allemaal andere zaken, maar het maakt het leven wel wat makkelijker. Ik kan nu wel heel hypocriet zeggen, ja, geld maakt niet gelukkig en geld doet niks, maar dat is ook weer niet waar. Het is tijd voor de challenge. Nou ja, het is de zon schijnt, dus ik heb best wel warm. Dus ik dacht, ik doe even mijn trui uit. Kan dat? Wat je wil. Ja, ik weet niet, ik zie jou in een t-shirt. Ja, nee, ik heb het lekker warm. Oh, god, het is niet normaal. Wat is er met jou aan de hand? Je bent echt gek in je kop. Oké, de challenge is nu officieel aan. Ik kan hier niet tegen. Hou maar op. Dankjewel, Amsterdam Arena. Degene die mag beginnen met de challenge, ja. Is zeg maar degene die als laatst een landstitel heeft gewonnen. Dus dat is, dat kunnen we trouwens, is Feyenoord en Rotterdam. Ja. Dus dat betekent dat ik mag beginnen met de challenge. Zijn het is altijd lekkerder dan zijplank, toch? Dus, schiet jij in het zijnet, krijg je 2 punten. Ja. Schiet je op de zijplank, krijg je 1 punt. Ja. Eerste tot de 10. Wat doet de verliezer? Ja, dat mag jij zeggen. Half veldje kruipen? Pff, nu vraag je me wel. Gaat het lukken met je knieën of niet? Half veldje kruipen is goed. Telt dat als punt? Nee, tuurlijk niet. Is er geen zijnet? Ja, weet ik niet. Nou, dat is in ieder geval dubbele 2, denk ik. Dat was geen zijnet. Dat is volgend kruisje, man. Dat was geen zijnet. Maar dit is toch kruising daar? Hij was in het dak, maar hij was niet in het zijnet. Oké. Okay. Moet er streng zijn. Dit is wel heel ziek. 1-0. Leuk. 2-1. Sorry, maar als dit geen kruising is, weet ik het ook niet meer, hoor. Maar dit was zijnet. Leuke bal, leuke bal. Leuke bal. 4-1. Dus dat de tweede volt kruisje. Ga je nog afwisselen of niet? Ah, toch voor die kruising gaan, hè? Ja, waarom is dat? Weet je wat een leunstoel is, of niet? Ja, ja, zeker. Dat was even. Dat was een leunstoel. Leunstoel. Zegt hij. Wat een grappen maken. Leunstoel. Ah, jammer. Maar maakt niet uit. Is ook 1 punt. Safe. 5-1. Zijn netje is wel klaar. Ah, jezus. Misschien moeten we deze even. Zullen we deze even eruit knippen? Ja, dat was niet best. Dat was een beetje alsof je de zaterdageditie van de Telegraaf in je handen had, die natte krant. Oh mijn god. Dat is wel grappig. Elke keer zeg maar als hij mij afzet te kraken, slaat hij exact dezelfde bal. Maar dan nog slechter bijna. Gaat hij nou weer daarvoor? Leuk balletje, leuk balletje. Dit dak in daar. Hoppa. Nou, zijn we nu. 5-2. Posteren. Let op je pols, hè, met die voorhand. Als je je pols iets... Snap je? Ja, dat laat zien. Dit is goed, ja. Oh. Nou, dat is mooi. 5-3. Hier, dit. Misschien gewoon moet je een beetje die vooractie, want het is niet wedstrijdsituatief. Je moet een beetje zo en zo. Ja, ja snap dat. Je? Ja, dat is het meer. 5-4. Zeg. Nou, dit is wel gewoon echt puur zijn. Was dat zijn het? Ja, 100%. Nee. Oh, dramatisch. Oh, wat lekker, steady. 8-4. Ik heb zijnetjes nodig. Eén zijnetje en is het klaar. Zijnetjes.
Oh. Jammer. Leuk. Ja, maar wat jij niet snapt is dat ik onder druk presteer ik het best. Oké. Okay. Dus nu 8-4, 8-4 achter. Ja, dus 8-6 is alweer erachter. Dan zit je al in mijn nek. Ja, nou, komt-ie. Ik vergeet alleen dat ik hierna schiet. Dan is meteen kassa namelijk. Snap je? Dat is mooi, dat is mooi. Dus dat is 8-6. 8-6. Je weet nu dat je moet nu binnen twee ballen het afmaken, anders is het klaar. Ja, dus ligt die bal ligt in de weg, maar dat doet me niks. Oh, jammer. Geweest. Hoppa. Okay. Jezus. Ja, klopt. Zoals ik zei, ik mis vanaf nu niet meer, hè. Dus het is over twee ballen klaar. Ja, dat zie je. Pak even mijn eigen bal. Dan word je nerveus. Ga je wel eens ballen halen? Dan nee, maak ik pak even deze. Ik heb één bal en ben ik klaar. Jij gaat nu eentje maken in het zijnet. Oh, jezus. Oh, daar heb ik wel. Je voelt geen druk. Het stond 8-4 en nu staat het 8-7 en je voelt geen druk. Maar. Dat is wel dat gochme van die Amsterdammers. Nee, maar ik voel ze juist beetje dat arrogante gewoon. Ja, telt dit? Ja, dat is binnenkant paal, vriend. Wat denk je dat het telt? Hij is daar, hoor. Dat is binnenkant paal. Oké. Okay. Oh, en dat houdt, wat houdt dat precies in? Dat het matchpoint is voor papa. Dat is ook niks. Zelfde bal als mijn eerste. Maar wel een mooie, mooie bal. Als je op vrouwenhockey zit. Die bal daalde gewoon. Ja. Oké, okay. Nou, zal ik meteen even gelijk maken en beurt maken? Ja. God. Daar gaan we. Oh, jammer. Het is één punt, hè? Ik ga alvast naar de middenlijn. 10-9. Ik geloof mijn oren gewoon niet. En ogen tegelijk. Ik geloof het niet, serieus. Ik heb het nog zo vaak gezegd. Weggegeven, man. Weggegeven. Ik heb het nog zo vaak gezegd. 8-4 achter, onder druk presteer ik het beste. Kijk hem nou lopen met zijn Ajax. Weggegeven! Moet ik alvast een ambulance bellen voor die knie of niet? Wat geeft hij het weg? Hoe voel je je op dit moment? Ja, ik heb nog steeds mijn hard feelings met de eerste bal in de kruising. Doet het pijn of niet? Nou, mentaal wel. Kiki, do you love? Ik had een... Dit is goed, hè? Kijk dus. Hand in hand. Hoppa. Camera. Sterk, hier, maak me sterk, maak me sterk. Hand in hand. Door. Voor Feyenoord 1. Kom maar, jongen. Ken je de tekst? Ik denk dat James toch een Feyenoord-fan wordt, hoor. Denk het niet, man. Als hij dit ziet, wordt hij Feyenoord-fan. Weggeven. Mooi. Goed gedaan. Mooi. Billy. Ja? Het laatste woord is aan jou. Ik heb een hele erg genoten van deze dag en ik denk dat het leuk is hoe je doet dit. En dat iedereen blij mag zijn als ze een keer bij jou langs mogen komen. En dat ze mogen genieten zoals ik dat vandaag heb gedaan. Dus, mooi. Dankjewel voor de uitnodiging en we gaan elkaar natuurlijk weer zien. Ja, zeker weten. Okay, mooi. Okay. Dankjewel.